Even kijken. Oh ja, handschoenen. Sjoerd Fleurke uit Groningen staat op Twitter bekend als de wespenvriend. Hij hoopt met zijn Twitterberichten iets te doen aan de slechte naam die wespen hebben. En hij verplaatst wespennesten die overlast veroorzaken. En daarvoor gebruikt hij de stofzuigermethode. De stofzuigerslang die gaat hier in, hierop. Dan wordt er in deze dozen onderdruk gecreëerd. En dan komt hier een slang op waarmee ik de wespen opzuig. Die belanden dus in dit kastje. Als ik ze allemaal heb, dan sluit ik het af. Of verzegel ik het en dan neem ik het mee naar huis. Ja, ik heb thuis een oud konijnenhok. Dat is een houten hokje en daar zet ik die kartonnen doos straks in met het nest en de wespen die ik verzameld heb. En dan is het de bedoeling dat het nest op die plek verder gaat leven. Je moet altijd rustig blijven als de wespen op je afkomen. Bij mij kwamen er ook heel veel wespen om me heen, zoemen daarnet natuurlijk. Dat moet je niet interpreteren als agressie. Want agressie ziet er heel anders uit. Als wespen agressief zijn, dan gaan ze recht op hun doel af, komen ze meteen op je zitten en wordt er meteen gestoken. Dat is agressiviteit. En dat zie je eigenlijk alleen maar als je een wespennest gaat verstoren. Dat je er tegenaan gaat stoten of zo. Dan komen ze recht op je af. Maar als ze om je heen zoomen, wat ook vaak gebeurt als je op het terras zit. Dat is nieuwsgierigheid of gewoon dat ze honger hebben en kijken of er ergens wat te eten valt. Nou, je moet gewoon rustig blijven zitten en in de gaten houden en rustig blijven. Dan gebeurt er niks.